We gaan. Moet zo weer het hek ook gaan doen. Sorry voor alle wind. Nou, we hebben heel veel wind. Dus ik hoop dat het met de microfoon iets beter gaat. Sowieso geeft de GoPro natuurlijk helemaal geen geluid. Nou ja, heel weinig geluid. Dus ik hoop dat het zo goed gaat. Tess heeft ook een microfoon op. Dus alleen even niet. Maar misschien vang je nog op onze microfoontjes wat van even op. Om het te kunnen zien, moet mijn moeder naar kijken. Die heeft op haar hoofd. Wat? Ik zie dat Tess of een working equitation moet doen of af moet stappen om het hek open te doen. Het was nog best wel lekker weer. Moet ik zo afstappen? Ja. Bella is nou, het is echt heel winderig. Het is niet koud, het is 20 graden. Kijk maar, ik heb blote armen. Yeah. Het is echt heel winderig. Niets doen. Gaat heel goed. Ik vind het zo goed. Lekker. Nou heeft ondertussen wat die gras genomen. Nou, de wind maakt het allemaal bijzonder spannend vandaag. Ze hebben hier madeliefjes in een rechte lijn geplant. Ja, hè? Net alsof er een hele grote tractor gereden heeft en madeliefjes uitgespuugd. Ja, dit is het surfmeer, ja. Volgens mij heet het de Krabbelplas of zo. Hier kwam ik altijd een beetje als mine. Ja, vroeger wel, ja. Nu niet meer. Zijn hier wel heel veel madeliefjes gevallen. Oude herinneringen komen weer naar boven. Heel veel oude herinneringen komen weer naar boven toe. Ja, wat dan? Nou... Want we dat zonnepanelen ding vonden we eng. En dat vissenverhaal van Rick vonden we ook kusverhaal? Eng. Vissenverhaal. Wat? Een vissenverhaal van wat? Rick. Welk verhaal is dat dan? Dat een zwart grijze vis naar zijn zwom. Godverdamme. En we mochten hier niet heen gaan, vonden we ook eng. Die vonden een hoop eng vroeger. Ja. En ik wou er niet meer in door het visverhaal van mijn broer. Ah. Want dadelijk zwom er ineens zo'n vieze, glibberige vies, vis naast me. Ja, dat is ook mijn hobby niet hoor. Ik ben gewoon bang voor vissen. Yep. Ik vind ze te spannend. Er zijn wel heel veel madeliefjes hier. Yep. Kan je hier het paardje af? Zo. Even het op je beugels duwen en erachter zitten, dames. Geef ze wat meer teugel. Ik
Ik heb het idee dat het misschien wat volgegroeid is hier. Tessa, kun je even stilstaan? Dan kan ik mijn beugels een gaatje korter doen. Dank je. Oh. Ja, paard. Het is toch allemaal wat, hè? In dit leven. Hello. Is er iets spannends? Nee. Dan? Een splitsing. Wat? Een splitsing. Splitsing? Oh. Ja. Spannend. Welke kant moeten we op? Links of rechts? Ik denk rechts, hè? Moeten we naar links? Ja, rechts? Dat weet ik niet. Ik moet even kijken. Oh, laat maar. Oh, jawel. Ik zou naar... Oh. Als het goed is kunnen we hier gewoon rechts. Dan gaan we de trap op. Kom maar. Braaf. Kijk uit even, het is een trap. Ja, goed zo. Braaf. Opstappie. Goed zo. Je zult een paar keer over je pony heen moeten hangen zo meteen. Goed zo. Braaf. Oh, vind je het echt leuk? Het is al goed. Braaf. Ja, braaf. Goed zo. Nou, dit pad hebben jullie al talloze keren gezien, want dit doe ik altijd met Margriet normaal gesproken. Vandaag dus met de kindertjes. Die hebben ponies, dus dat is sowieso makkelijker. Dan moet ik wel zeggen dat het wat begroeider is dan de laatste keer, geloof ik. Dus zometeen zullen we wel weer plat moeten liggen. Het wordt hier niet heel erg bijgehouden. Dat is ook de reden dat je altijd een rijbroek en rijlaars aan moet. Ik heb dan joppers aan, maar in ieder geval iets beschermends. Ja, want het is nogal dicht begroeid momenteel. Ik moet hier omlaag. Gelukkig hebben we goede caps op. En het is dat ik dit al een paar keer met Verona gedaan heb. Want anders dan had ik het natuurlijk niet geweten dat dit vanzelf allemaal wel weer ophoudt en dat het wel kan. Maar ik moet zeggen, zo dicht begroeid hebben we het volgens mij nog niet gehad. Ik denk dat de gemeente Vlaardingen eens een keer iets hier aan moet gaan doen. Ik geloof ook niet dat het echt een ruiterpad is hoor jongens, maar... Het geeft weer een extra dimensie aan je buitenrit. En paarden zijn natuurlijk gewoon gewend aan de tour, dus dat geeft niks. Dat ik echt zo, wat is er en op het moment dat je denkt, hier komt geen einde meer aan, dan is het voorbij. Nou, dat dacht ik aan het begin al. Nou, ik ga even omlaag, jongens. Doe. Maar dit, zometeen is het voorbij hoor, meiden. Wat? Als het op zijn ergst is, dan is het voorbij. Ik heb nu een paar prikkels tegen mijn benen aan gehad. Ja, ze zitten nu op mijn knie. Oh, kom hier, we gaan niet draven hier. Kijk, daar is het einde. Nou, dan hebben jullie dat ook weer meegemaakt. Alle blaadjes en bloesem even van ons afkloppen. Niet, we zijn er bijna uit. Yes! Welke kant op? Ja, ga maar links, denk ik. Want we komen natuurlijk van rechts. Mijn knieën doen dus pijn. Er zullen vast ook makkelijkere manieren zijn. En hoe was dat, dames, in de avontuur? Mama, doe jouw knieën dan niet pijn? Wat? Doe jouw knieën dan niet pijn? Wie moet mij pijn doen? Je knieën doen die pijn. Mijn knieën? Nee. Ik zit 1,67 hoog, hè? Het gaat een stuk makkelijker. Oh, ja. Ik denk dat je aan de rechterkant wel kan draven, Tess. Oké. Of aan de linkerkant, maakt eigenlijk niet uit. Verona hoort draf. Oh, gaan we in draf?
Nee, zegt wel. Ja, een kikker, pas op. Oh, padje. Nog meer wilde natuur hier. Let maar op mij. Let maar op mij. En de zon gaat schijnen, yay! Maar jou kunnen hier toch niet verdwalen. Zo groot is het nou ook weer niet. Span, goed zo. Gewoon weer gaan draven. Even alsof er niks gebeurd is. En een belonen zodra die weer normaal doet. Juist. We gaan hier naar rechts toe, denk ik. Nee, we gaan rechtdoor. Echt? Ja. Hier met de avondvierdaagse kwamen we van rechts. Oh, laat maar. Er zit een wildrooster. Ja, dat weet ik. Daar kunnen we ook wel in. We komen bij die koeien, volgens mij. Ja, ik wil ook bij de koeien. Nou, dat mag, maar dan moet je hier... Even open doen. Nee, dat geeft niet. Ga maar. Moet je alleen even het poortje voor ons open houden, Tess? Ja. We gaan de wilde natuur in bij de koeien. Kom, lopen. Ontspannen, Tessa. Even, juist, braaf wel. Tessa, doe het poortje even dicht, dan loop je om en dan ga je aan de andere kant het poortje open houden. Ja. Wacht. Nee, wilde ik, doe mij gelijk maar een hapje. Juist. Kom maar. Kom maar achter mij aan, even. Oh. Als het werkt. Ga maar even... Ja, dat mag, maar je mag ook gewoon even wachten. Goed zo, Veroon. Kom maar. Goed zo, braaf. Kom maar door. Kom maar. Kom maar. Je braaf. Knappe pony. Kom maar. Ga eens door. Ga eens door. Je braaf. Kom maar. Ga maar door. Kom. Je braaf. Ga maar door. Kom. Nee. Nee, 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 nee. Ga maar door. Je kan het. Je kan het. Je braaf. Knappe pony. Goed gedaan. Goed zo. En nu denkt Bella, paniek, paniek, paniek. Ik moet voor. Ga naar de koetjes toe. Ja. Nou, meisjes gaan er weer op. Die zijn een stuk leniger dan ik. Als jij dat wil, mag dat. Het maakt mij niet zoveel uit, want ik heb toch geen idee waar we zijn. Maar zo ga je wel gelijk weer terug waar we vandaan komen, denk ik. Oh, laat maar. Ik denk, je beter een stukje rechtdoor en dan straks rechtsaf. Geef niet, Eef. Juist, en zodra hij het goed doet, belonen. Kijk, nu gaan we terug, dus nu gaan ze toch wel. Ik zeg, nu gaan we terug, dus nu gaan ze toch wel. Nou, we zitten nu midden in een klimbos. Nee, X. Maar ik hoef niet onthoofd te worden of zo. Nou, de GoPro is op. Dus nu gaan we verder met gewoon het toestel. Zeg, ga nou even stappen. Stappen. Maar ze zijn een beetje wild nu. Dus ik kan niet zo goed filmen. Het is wel alsof er, weet ik veel wat, gesneeuwd heeft. Het zit onder de pluisjes. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Maar het is in ieder geval heel pluizig. Ik denk dat als je hooikoorts hebt, dat je het dan niet naar je zin hebt. Ik zou wel willen dat ze stopten met dat gewiebel. Oh, paard. Juist, braaf. Gewoon lekker stappen. Goed zo. Dat is knap.
Nou, paard. Goed gedaan. Goed zo. Dan mogen de meisjes er weer af, want we moeten weer door een hek heen. Ja, we gaan maar weer over de A20 heen met de ponies. Dan zijn ze toch allemaal braaf, hè? Netjes. Brave ponies. We zijn afgestegen en nu... Oh, ik krijg geen water, want er is geen water blijkbaar. Is er geen water? Ik hoop het alleen nog maar. Nou, handig. Wat aardige mensen allemaal, zeg. Eentje was al dronken. Wat een feest. Nou, dan kunnen we hier dus in het oeverbos helaas... Of het oeverbos, bij de surfplas... Kun je dus helaas niet even wat te drinken gaan halen. Alleen een ijsje. Nou ja, goed. Dan heb ik pech gehad vandaag. Maar we gaan weer terug. Kijk maar. Tess ook een ijsje. Tess ziet niks. Oh ja, ijsje. Zo, lekker door. Zo, we zijn weer thuis. We zijn bijna 3 uur weg geweest. Wow, wacht even. Stap. Oh, goed zo. En ja, het was lekker warm ritje. Dus het was leuk. Nu lekker naar huis, lekker eten.